Hey jongens van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe episode van Zoet Tycoon 2 de Durpsoe. En ja, dit is volgens mij episode 11, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk het haast wel. En ja, vandaag gaan wij een heel klein liefschattig diertje plaatsen genaamd de Koala. Het is door twee mensen aangevraagd in de comments. En ja, ik hoop gewoon dat dit gewoon zo doorgaat. Gewoon mensen die gewoon dieren blijven plaatsen in de comments. En gewoon dieren, gewoon mensen die deze serie blijven supporten. En ja, ik heb bij de way ook een lekker kopje thee hier, dus ja. Ah, lekker. Maar goed, laten we maar eens even in de zoo gaan. Durpsoe 1, let's go. Goed, ik hoop dat wij er vandaag weer een halve ster bij kunnen krijgen. Oh, mogen we zitten voor rare pinguïns. Zijn dit niet van die macaroni pinguïn dingetjes of zo? En die zoe duurt waarschijnlijk hartstikke lang om te laden, want wel, de zoe is al best wel groot. En gewoon, dit formaat zoe wat we nou hebben, in principe gewoon de helft van de map vol, duurde vroeger ongeveer 5 minuten laden bij mij. Op die oude computer van mij. Ja, yeah, I know, right? Goed. Eens even kijken. Bezoeken. God. Nonder. Ju. Fuck dat. Goed, wel. Ik heb een heel mooi plek voor de koala's. Hier zo. We trekken dit zo door tot hier. En dan wordt dit gewoon een heel groot verblijf voor de koala's. Ik ga ook een soort padachtig ding maken. Zo hier zo. En dan kunnen mensen hier zo kijken naar de koala's in principe. Dus ja, laten we dat eens maar even doen aan dat pad. En dan is dat tenminste klaar. Even kijken. Kijk, dat doen we dan. Zo, kijk. Dan kunnen de bezoekers iets verder in het koala verblijf kijken. Dat lijkt mij wel een heel mooi design. Oh my god. Wat nou? Jongen, er is een... Oh my god. Oké, wel hier alsjeblieft. Zo. Kan ik nu weer verder naar mijn koala's. Jongen. Oké. Koala's. Wat zijn die? Noordelijkbos of zo? Nee, die zijn... Daar dan ook. Ik heb ze hier toch al. Gemachtig woud. Oké. Dus moeten we even een leuk hekje voor die koala's hebben natuurlijk. Kijk, ik dacht aan zoiets als dit eerlijk gezegd. Want dat past wel heel erg bij de koala's. Kijk, ik trek dit zo even door, zo, dan lijkt dat een stuk beter. Even kijken, zo. Ik vind het zo mooi dat het helemaal zo hoekig wordt. Dat vind ik echt grappig. Dat heb ik aangezet, dat kan ik aanzetten helemaal. Dat is best wel leuk. Even kijken, zo. En ja, ik klik weer als Morgan Freeman, omdat wel, het is ochtends, dus ja. Ik zeg het even. Zo. En zo. Kijk eens aan, perfecta mundo. Nou, ik vind het er wel mooi uitzien, eerlijk gezegd. Dus even kijken, kunnen we niet zoiets fancy's doen als dit of zo? Dan lijkt dit wat Pieter. Die panda's. Grijze Wolf 2 is gestorven van ouderdom, oh. Oh, wacht, dan hebben we dus geen broedpaar meer. Dat is niet goed. Ik zal straks wel even daar naartoe gaan. Even kijken, zo. Ho, wat zijn we hier aan het doen? Oké. Jezus. Mijn keel is wel erg verkrekt vandaag, hoor. Maar ja, ik wou gewoon even een dubzoekje opnemen. Maar goed, we moeten dus even naar die grijze wolfzooi gaan hier. Dus even kijken, goed. Jij bent één. Vrouwtje. En jij bent een mannetje. Oké, we hebben dus een gewone broedpaar. Oké. Maar ja, daar krijg je wel wat last van inteelt, maar nee, dat boeit niet zo. Oh, hadden we een babybever. Oh, leuk. Nou ja, whatever. Lolcats. Oh, we hebben een terecht gestruisvogel. Dat is ook leuk. Het gaat me goed in onze dieren zijn. Even kijken. Zo, weet je wat? Ik zet gewoon even alles aan. Zo. Ik denk niet dat het echt heel veel impact zou hebben op dit kleine verblijf. Nee, hier dacht ik al. Nou, dit is wel grappig. Even kijken, we moeten even iets van een huis voor die koala's gaan neerzetten. Zo zetten we er hier een neer. En zetten we er hier even een neer. En ik ga nog wel even wat werken met bomen natuurlijk. Even kijken, wat van die lagen. Ik heb het niet zo op die hele hoge. jongen. Waar de vuur heb ik last van? Oké. Jongen, donder erom niet op mijn poepplant, echt. Heb ik gezegd dat daar een plant geplaatst mocht worden? Nou, we hebben in ieder geval een volwassen dino, dat is ook leuk. Is altijd leuk, volwassen dino's. Jezus, dit is weer die poepplant, hé. Ik wil daar gewoon die boom plaatsen, zo. Jongen. Kijk, ik ga hier gewoon wat van die... Ja, god, onder de jude heb je hier gewoon weer zo'n ding.
Kijk, daarop doe ik dat, dat dus nooit in principe bij kleine verblijven. Dat is zo vervelend. Even kijken, zo. Koala moet eten. Oh god, krijgen we dat gesteven, die voederplateaus. Die zijn echt gewoon waardeloos. Yeah, Morgan Freeman. Even kijken. Kan hij hier mooi? Even wat bladeren. Even wat water natuurlijk. Is ook al lekker, denk ik. Oké. Jezus, echt die scheidplant. Domt erop. Ik wil er gewoon, denk ik dan. Het is alleen maar die plant. Het is alleen maar die plant die mij... Oh, dat was het. En ik heb dat ding nodig. Stom ding. Oké, speelgoed. Een klimding dacht ik al dat hij die leuk vindt. En dan kan... Ja, daar ook nog. Oké. Moet er nog zo'n dampende bron of zo? Nee, dat is niet echt iets voor koalas. Wel soms, nee. Bamboe. Oh, wat doet dat nou buiten de tapatatatapat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 ? Oké. Okay. Nou, in principe hebben we alles voor de koala's. Wel, de lokwets. Grijze wolf 7 wil zich voorplatten, maar kan geen partner vinden. Oké. Okay. Wacht, dan hebben we nog maar één wolf. Dan ben jij een mannetje, dan zetten we bij jouw vrouwtje er gewoon in. Ik hoop prima, zo, alsjeblieft. Struisvogel 1 is drachtig, oké. Okay. Struisvogel 3 gaat een ei leggen. Wat de fuck? Hebben we al een struisvogel 3? Huh? Ik hou het niet meer bij, echt waar. Oh, jongens. Reuze panda 2 gaat jonkbaren, daar wil ik bij zijn. Hey dood. Hey reuze panda. Wat loopt dat beest stom? Reuzelaar 2 heeft naar de jonk gebracht. Struisvogel 3 heeft een ei gelegd. Goedemiddag, wat zijn ze bezig hier in de dierentuin? Tjongejongejongejonge. Ga eens een kind baren. Ja, ik wil dat zien. Het is best wel stom. Ik wil dat zien. Oh, nou komt het. Halleluja. Oh. Even kijken. Goed, nou moeten we even naar de... reusluiaatsen, die zijn hier ook. Die hebben ook een kind gekregen. Dus gaan we dat ook maar meteen even bezichtigen. Maar, oh, tweeling, holy shit. Nog een kleine versie, slotkets. Hey! Gezondheid, Ronald. Oké. Okay. Dodo 7 is ook al drachtig. Jongen. Hey, dood. Oh. My. God, wat dit? Serieus heb ik nog nooit gezien. Dit ga ik gewoon op de foto zetten. Foto. Hey, stop jij eens even. Ik moet het op de foto. De dikke emu. Dit moet op de foto. Klik, zo, perfect, zo. Kan ik nu eindelijk verder aan mijn koala verblijf, jongen. Vrouwtje, mannetje. Moet even in de personeelsingang in natuurlijk. Anders krijgen we dat weer. En daar heb ik geen zin in, hè. Jee, eindelijk, we hebben er een sterretje bij. Zo, dat is voor de kop thee. Yes. Zorger Lilo kan honden uitwerpselen. Dat maak ik wel even schoon. Bezoekers willen een toetje. Jongen. Nog meer? Nog meer toetjes? Jongen, wat kan ik er nou wel doen? Er lopen hier ook amper mensen, hè, hier. Moet ik dan iets gaan connecten of zo? Moet ik dan hier of zo nog een pad langs maken? Oké, nou doe dat. Maken we hier een pad langs. En dan hier zo. Toch of niet? Oh wacht, trekken we dit door zo. Dierentuin is bijna vol. Prijs voor topprestaties. Oh, oké, leuk.
Zou ook een leuke challenge zijn als we misschien in seizoen 2 gewoon alle. Nou ja, je weet wel dingen gaan doen. Al die challenges. Maar ja, onze seizoen is bijna vol, jongens. Wauw. Het is al erg snel gegaan, hè? Kijk, het is. Kijk dan. Seizoen is bijna. Nou, nog niet echt vol. Het zal nog wel tot de episode. Nou, wat 30 duren of zo voordat we klaar zijn met deze serie. Want dan kunnen we hier nog dieren. Hier nog dieren. Je kan nog wel een. Kijk, want dat. Kijk, hier komt dan nog een hok bijvoorbeeld. Nou, en dan ja, kan ik dit. Kan ik hier eventueel ook nog dier doen. Zo dit stukje, zo dit langwerpige stuk. Dan kan ik dan iets van een. Weet ik veel. Een kalkoen. Dat hebben we niet hier, hè. Nou, en hier dan hebben we hier zo. Dan kunnen we hier eventueel nog iets van een dier doen. En dan kan dit wat groter. Hier kunnen nog wel twee hokken misschien. Of. Dit moet wel één hok dan. Nou, dan hier zo. Dit is wel één hok. Dan kan ik hier zo'n ding tussen maken. Zo'n kijkgeval. En wel. Ja, het kan nog allemaal wel, daar hou ik niet van. Even kijken, goed. Oh ja, hier was ik even iets aan het doen. En ik wil dit eigenlijk ook wel doortrekken. Dodo 7 gaat ei leggen, zeer boeiend. Kijk. Ja, laten we dit gewoon doorlopen zo. Kijk, duur eens aan. Oké, dat is goed. Ho, ho, ho. 1-jarig jubileum! Nice. Even kijken zo. Maar goed, dan kunnen we hier nog een hok doen of zo. En dan kunnen we hier nog een hok doen, denk ik dan. Zo, hok en dan nog een hok of zo. Dus ja, even kijken, wat voor dieren hebben we allemaal? Nou ja, we hebben best wel veel dieren. Zo, kunnen we wel even zien zo. Zo, dit zijn alle dieren die we nog hebben. Verschillende olifanten, apen. Dan mocht ik jullie ook gewoon zeggen dat ik hier gewoon rennen met een apen. Is misschien ook wel leuk. Komodo vraan. Die is best wel cool. Die kunnen we misschien de volgende episode wel doen. Volgende episode kunnen we misschien ook wel een Velociraptor doen. Die zijn echt heel leuk. Die zoek ik wel even op. Even kijken. Het zou wel leuk lijken als we in de volgende episode iets van woestijn gaan doen. Dat hebben we nog in principe niet. We hebben een dromedaris. We hebben een beest zonder naam. We hebben een fennec. We hebben een. Sabel, orks. We hebben een Velociraptor, die vind ik echt enorm cool. Dromedaris dus, een gestreepte hyena en een Amerikaanse sportschildpad. Het is misschien wel hip als we misschien iets van een Sable orks doen of zo. Met schildpad erbij en dan misschien een fennec. En dat we dan daarnaast een verblijf doen met Velociraptor. Gewoon, dan doen we de volgende episode gewoon twee verblijven in principe. En dat kunnen we dan eventueel wel hier doen. Zo, hier kunnen we dat wel doen. Zo, hier een woestijnverblijf zo. En hier dan een woestijnverblijf. Kijk, dan komt hier zo'n pad. Kijk, dat maak ik alvast wel even. Kijk, dan kan ik hier zo'n pad door laten lopen zo. Wacht, even kijken. Even die stenen zo weghalen. Kijk, dat kan zo in principe wel. Kijk, kan ik dit dan helemaal. Zal ik dit helemaal dan laten doorlopen of wat? Ja, sure. Oké. Sowieso als dit of zo, weet je wel. Kijk, een beetje mooi maken natuurlijk. Anders staat het ook niet. Dus zoiets als dit of zo. Nou, dan kunnen we hier eventueel een verblijf maken. Kijk, en dan kan ik hier bijvoorbeeld gewoon zoiets als dit doen. Dan halen we dit. Oh. Fuck. Wel, we kunnen dit doen. Pad om de zoe heen maken. Ja, doen we dat wel even. Anders staat het niet. Kan prima zo. Bezoekers willen een toetje. Wel jongens, er zijn toetjes. Niet zo. Kijk, kunnen we zoiets als dit doen of zo, weet je wel? Zo. Even draaien. Zo, kijk, want dan staat dit dan wel een stuk beter. Want die kunnen de mensen eventueel dan langs lopen of zo, I don't know. Zo, zijn er bijna hoor.
nog een stukje deze kant op en dan is dit ook klaar. Snif, snif. Kijk, zo, dan hebben we een ja, pad of zo. Kijk, kunnen we zoiets als dit doen eventueel? Kan hier een hek of zo? Dat weet ik allemaal niet. Ja, of we maken er een soort klein plein van, hè? Kijk, dit is leuk. Gewoon, dan heb je hier gewoon kraampjes of zo, weet je wel. Dan kan hier een hok nog eventueel. Nou, kijk, dan hebben we dit zo. Kijk, hier kan hier nog, kan hier bijvoorbeeld een hok. Kan hier een hok eventueel. En dan kunnen we dit opsplitsen. Dan kan hier de Velociraptor en kan hier die Dromedaris. En dan is hier nog plek voor een hok. Hier kan ik nog wel 3 hokken kwijt. En dan kan ik hier nog wel eventueel 2 hokken kwijt. Dus ja, het zal erom hangen. Ik denk wel dat we het gaan redden tot minimaal episode 20. Maar episode 30, dat weet ik niet. Ik hoop natuurlijk dat we gewoon eventueel de, ja, hoe noem je dat, 5 sterren halen natuurlijk. Dat zou me echt enorm cool lijken. Maar goed jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Oh, januari jaar 2 al, holy shit. Ik hoop dat jullie even een like gaan achterlaten. Hoe meer likes, hoe sneller de volgende episode online komt. Dit zijn by the way de dieren waaruit jullie kunnen kiezen. Deze. Kijk, ik zat eraan te denken om eventueel een sabelorks met een spoorschildpad en een fennec in een 1-1 hok te doen. En dan apart een velociraptor te doen. En dat kunnen we dan eventueel hier wel doen ofzo. Of ja, Velociraptor is wel een beetje. Dit kunnen we dan in principe wel doen. Zo, kijk, want dan hebben ze dit. Zo, dan kunnen we dat hier in principe wel doen. Een beetje een stuk kleiner dan ik had verwacht. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Laat even een like achter. Subscribe als je het niet hebt gedaan. Volg mij even op Twitter, @ShadowGames23. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later met ze.